Ik doe dit omdat ik hou van mijn vrouw en ik vind het gewoon een voorwaarde van het huwelijk is dat je er voor elkaar bent. No matter what happens, sta je er voor elkaar en dan ben je er voor elkaar. Nou, ik ben Jürgen Reimann, cabaretier, presentator en ik zorg voor de liefde van mijn leven, voor mijn meisje, mijn vrouw Sheila. The captain of my ship. En ja, zij zorgt eigenlijk ook voor mij. Sheila heeft fibromyalgie, een vorm van spierreuma heeft ze. En ja, dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk chronisch pijn heeft. Al 10 jaar ongeveer dat ze daar last van heeft. En dat we ons leven langzaam maar zeker hebben moeten aanpassen. Soms dat je zelf voelt dat je door die almacht, dat je eigenlijk voelt dat je tekortschiet. Omdat je de oplossing niet direct hebt. En het is wel een zorg die ik regelmatig heb. En dat is waarschijnlijk waarom ik mezelf ook als mantelzorger kan zien. Sorry hoor. We hebben in Nederland vaak een schaamte om over onze problemen te praten. Maar mensen staan vaak meer voor je klaar dan je denkt. En het enige wat je moet doen is het durven aan te geven dat je er vaak alleen voor staat. En dat je het even niet ziet of dat je hulp nodig hebt. Want uiteindelijk heeft degene voor wie je zorgt heeft er veel meer aan als jij ook gebalanceerd bent. En dat geeft je ook wat kracht. Als je weet dat je niet de enige bent, je niet alleen voor iets staat, dan haalt het een heel groot stuk van de eenzaamheid weg. Dus het is zeker goed om met lotgenoten te praten of ze op te zoeken.